Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag van de Healing Stap meer in je kracht van 26 april 2019. Ik moest even nadenken over de datum, want ik zit nog eigenlijk volop in de healing. Ik heb hem net afgerond en ik kreeg de opdracht om ook gelijk al het verslag te maken, gelijk al deze opname te maken. Precies zoals ik was tijdens de healing, dus zonder make-up. Ik heb misschien nog wel de uitgelopen mascara van de tranen die stromen tijdens zo'n healing en de emoties die ik ervaar. Maar dat hoort er gewoon bij met hoe ik mijn healingen aanpak. Dus laten we eens beginnen hoe de healing van vandaag is opgebouwd. Ik laat je nu een foto zien van de cirkel zoals die is geworden. Zoals je ziet, is het een cirkel waar de buitenrand dit keer wordt gevormd door de kaarten. Verder zitten er twee engelenbeelden in en heel veel verschillende stenen en de Flower of Life in het midden. En in het midden zitten ook beelden voor verschillende geloven, engelen, boeddha's, verschillende varianten daarin, Ganesha. En dat is gewoon ook zo omdat het niet gaat om welk geloof het is, maar dat je gelooft in een hogere macht, in een kracht die groter is dan jouzelf, die jou leidt, ongeacht hoe jij dat voor jouzelf invult. Dus de een is misschien wel christelijk of katholiek, de ander is misschien wel moslim, weer een ander is misschien wel atheïst en gelooft niet zoveel. Het maakt allemaal niet uit. Zelf geloof ik bijvoorbeeld in het universum en in het goddelijke en dat zij samen ons leiden. En zo stap ik ook in de healing. En dat goddelijke is dus universeel in mijn ogen. En staat dus voor welke kracht of geloof je ook hebt. Die past daarin in die energie. Want dat is gewoon een gezicht. Net zoals wij mensen meerdere rollen hebben. Weet je, de ene kant. Hè, ik ben bijvoorbeeld nu healer. Maar ik ben ook coach. Ik ben ook moeder. Ik ben ook een dochter. Ik ben ook een zus. Weet je, dat zijn verschillende, ik ben ook een vriendin, dat zijn een buurvrouw, collega, noem het maar op. En zijn verschillende rollen, maar allemaal uitingen van mij als energiebron. En dat geldt ook voor jou, dus ook met dat goddelijke, hoe je dat ziet. Die energie uit zich naar wat bij jou past en wat bij die rol in jouw leven past. En daar draait het natuurlijk ook bij stap meer in je kracht. Wat is jouw rol in dit leven en wat mag je daarin betekenen voor jezelf en voor de mensen om je heen? En deze healing ging heel erg op dat stuk, de blokkades die we daarin hebben. Met het vertrouwen in onszelf en de betekenis die we hebben naar anderen. En de healing ging heel erg in op het innerlijke stuk. Het openen van de cirkel vraag ik ook altijd aan het universum en aan het goddelijke energie. Of er nog meer zijn dan de mensen die zich hebben opgegeven voor wie de healing mag gaan werken. Dus er wordt vanuit wereldwijd worden ook nog andere mensen eventueel toegevoegd indien ze dat geschikt achten daarvoor. En dan gaat de healing van start. Met ook openen van onze, ja ik neem nu de handen, maar onder je voetzolen heb je ook zeg maar een opening, een palm. Daar energetische opening ook het maken en ons afstemmen erop. Leid ons maar en help ons ook maar te zien wanneer wij te snel willen. Want wij mensen hebben vaak de neiging om te denken dat we nu iets moeten doen. En als we de stap in onze ogen niet snel genoeg nemen, dat we dan falen. Dat we dan niet goed genoeg zijn. Dat we dan iets vergeten. Of dat we dan dom zijn. Of nalatig zijn. Of onvoldoende in de actie zitten. Maar als ik wat ik zie de laatste weken, maanden bij mezelf, dan merk ik, ik zit tegen dingen aan te hikken. Maar aan de andere kant zie ik ook waarom ik nog niet in die actie mocht gaan. Omdat andere dingen die ook bij mijn rollen horen, in die ik dit leven heb, dat daarvoor de ruimte ook nodig was. En dat het anders in gedrang kwam, die twee met elkaar. Dus stop ook met oordelen over hoe snel iets gaat, of dat wel of niet goed is. We hebben allemaal, ieder van ons eigen tempo. En daarin mogen we onszelf accepteren dat het tempo van het leven en de taak die we bij ons in dit leven hebben, precies is zoals dat voor ons is bedoeld. Nou bij het openen van de cirkel voelde ik al gelijk ook dat we met die energetische gat voor het afvoeren van energie hier onder de voeten, ook de liefde van Moeder Aarde ontstaan. Dat we ons mogen laten dragen door Moeder Aarde.
Maar dat ze er ook is om ons te steunen. Dus niet alleen van boven komt steun. Maar ook moeder aarde geeft van onder ons kracht en steun terug. Dus dat je dat van twee wegen ons mogen voeden en gesteund mogen voelen. Dat was met het openen van de cirkel. En daarna begon al eerst heel rustig voelen. En toen kwam naar boven dat we ons meer mochten gaan verbinden met ons hart. Ik moest de andere hand erop leggen. En ons onderbuikgevoel, onze intuïtie, de hart en de intuïtie, die verbinding. Daarvan weet ik dat meerdere mensen daar moeite mee hebben. Dat dat niet zo soepeltjes nog loopt. Of dat er te vaak nog weer aan getwijfeld wordt van, voel ik het nou wel juist? Krijg ik het wel juist door? En die twijfels, die verbinding, die minder goede verbinding voor sommige mensen, die is in eerste instantie aangewerkt. Dat dat weer sterker mag worden, zuiverder mag worden, krachtiger mag worden, zonder al te veel twijfels. En heel erg in de energie is de nadruk gelegd om die verbinding tussen die twee energetisch sterk tot stand te brengen. Dus als ik nu even dat als handen in de camera doe, dat vanuit je onderbuikgevoel, die lijn naar de hart, die informatieverbinding naar de hart, beter wordt. Dus dat ging dan langzaam, werd het opgebouwd. Maar ik merkte dat voor sommige mensen gaat het echt poem. En andere mensen kostte dat veel moeite. En kwam daar dus ook bij kijken dat daar acties bij ondernomen mocht worden. Dus liefdevol doorademen. Als je angstig bent, als je angst ervaart en je weet niet wat je moet doen, concentreer je dan op je ademhaling en vertrouw op dat als je door blijft ademen en liefdevol in je adem zit, dat dat al een manier is om de angst te erkennen. En dat vaak is dat al genoeg om de angst los te laten, om voorbij die angst te kunnen komen. Dus in sommige momenten is gewoon liefdevol ademen, bewust ademen. En focus, ik kan dit, maar oké, er is blijkbaar angst. Ik adem nu even door totdat ik voel dat het kan. En dan pas kom ik in actie. Dat was al genoeg om weer een stuk verder te komen. Voor sommige mensen, om die verbinding te maken. Echter weer anderen hadden het nog nodig dat ook de violette vlam opnieuw werd aangeroepen. Die hebben de laatste keren ook met healingen meerdere malen al gehad. En dat de violette vlam ervoor werd gezet van om die weg zuiver te maken. En toen was het poem. Hup, klaar. En dat was te denken, want die violette vlam haalt ook negativiteit weg, haalt de angsten weg en zuivert die weg. Dus als jij voelt dat je een stap wil nemen en je komt niet verder, adem rustig door. Als je merkt dat dat niet genoeg is, dat je dan als je dat een tijdje doet, dit is niet genoeg. Omring je dan met het violette vuur en richt die dan op het stuk waar je naartoe wil en laat die de weg vrij banen. En dan kom je er dus ook. En dat is dus één van de hulpmiddelen die je dankzij deze healing van vandaag gaat krijgen. Die twee stappen. Benutting. En dan kom je dus ook meer in je kracht gaan staan. Want op het moment dat die was, voelde ik ons sterker. Dus die verbinding tussen het onderbuikgevoel en het hart, dat die er was, toen stonden we al gelijk een stuk sterker. Maar daarna kwam de vraag, en nu? In eerste instantie dacht ik, nu ga je weer in je hoofd zitten. Een verbinding hoofd en hart. Is helemaal niet relevant. De verbinding was daarna, wat relevant was, vanuit het hart naar buiten. Je durven laten zien. Durven de connectie te maken met de mensen om je heen, de wereld om je heen. En daaraan voorbij te gaan en in te gaan staan. Dus die connectie naar buiten is daarna aangewerkt. En ik heb heel erg gevoeld wat daarvoor nodig was. En het was nodig om dat te doen met regenboogkleuren. Alsof we vanuit ons hart recht een straal naar buiten deden in regenboogkleuren. En toen had ik zoiets, oké, in hoeverre mag die straal dan gaan? Ik woon in het dorpje Nieuwigswaard en ik denk dat ongeveer een kilometer of vijf verderop ligt het plaatsje Wognum. En we moesten die straal helemaal gaan leiden naar in ieder geval Wognum. Dus het is behoorlijk ver, denk je, buiten. Maar het is symbolisch. Je moet dat symbolisch zien. En ik ken die stuk, het is mijn omgeving, dus ik begon met uitbouwen van die straal en de straat verderop en kijken in die straat en dan naar die en dat stuk. En stap voor stap kwam ik blokkades tegen. De eerste begon al eigenlijk bij waar ongeveer je aura voor de meeste zit.
En velen van jullie zijn geneigd om je af te schermen en een cocon om je heen te zetten, zodat jij maar vooral niks gaat voelen of niks negatiefs binnenkomt. Maar die zorgt dus vaak, zorgt die afscherming er ook voor dat jij eigenlijk niet jezelf naar buiten kan laten zien. Dus dat het zodanig wordt afschermd dat niks van buiten naar binnen kan komen, maar eigenlijk dat jij je eigenheid ook niet naar buiten kan zenden. Dus die moest eerst door die laag heen gebracht worden. En dus dat het oké is om je afscherming te laten zitten, je cocon te laten zitten en daarin openingen te zetten om daar naar buiten te gaan. Dus die toestemming moest eerst worden gegeven. Het is oké om die cocon alleen te werken voor inkomende straal, maar daarbuiten mogen openingen. Dus daarna kon die straal verder komen. Vervolgens kwam ik op ongeveer een straat of twee verder op angst. Dat je denkt, oeh, ik vind het eng, ik wil niet verder. Maar net als met die andere stap ervoor, met de verbinding met de onderbuik, opnieuw het ademen en het doorademen, was genoeg om daarna het gevoel te hebben van, ik kan dit in ieder geval door en ik durf de straal een stuk verder te doen. En toen kon de straal weer wat opschuiven. En langzamerhand was iedere keer met gewoon tijd nemen, voor ieder stukje weer naar buiten, ruimte nemen, tijd nemen, hoe ver kan het opschuiven. De kracht durven vinden in jezelf. En dan energetisch heb durven en dan weer verder durven te gaan. Maar niet dus pushen, gewoon wachten. Oké, voel ik me sterk genoeg om het nog weer een straat verder te doen? Of nog weer vanaf die naar daar stuk uit te breiden? Kan dat? En langzaamaan die straal uit te bouwen, uit te bouwen, uit te bouwen. Op een gegeven moment kwam ik bij een bepaalde straat opnieuw tegen een blokkade aan. En daar was het nodig om te voelen dat we er niet alleen voor staan. Dat is een gevoel dat we vaak denken, dat je weet dat je bent de schepper van je eigen leven, je eigen wereld. Dus dan denk je ook dat je daardoor heel alleen bent en dat je alles alleen moet doen. Maar je schept samen, je scheppingskracht gaat op basis van wat jij doet en wat jij neerzet en waar jij je aandacht op geeft. Maar je mag je daarin laten steunen door het universum en alle andere hulpbronnen. Dus daarin was in eerste instantie een blokkade dat je dus ook je mag verbinden met jezelf. En daarin dus, ik ben even aan het kijken, want ik zie allerlei dingen door elkaar staan. Dus dat is de verbinding met angst niet goed genoeg zijn. Weet je? Dus dat je daarin mocht laten beschermen door vleugels van de engelen. Dat was het. Ik ben even de draad kwijt. Want er valt zoveel te vertellen altijd. En dat die als je persoonlijke engel, je persoonlijke beschermengel, dat die zijn of haar grote vleugels zo om je heen doet. En dat je daarin zit, alsof ze dan van buiten om je heen komen, zo helemaal afgeschermd omheen. Als een soort van mantel, hele grote vleugels. Heel liefdevol en warm om je heen. Totdat je opnieuw de kracht voelde om, oké, ik ben gesteund, ik mag verder gaan en de volgende stap gaan. En daarna konden we langzaam de straal op, verder uitbouwen, uitbouwen, uitbouwen. En ik kom dan aan de rand van het dorp en dan voorbij het zwembad en dan door. En op een gegeven moment zit daar ook een spoorlijn. En daar voelde ik opnieuw weer een blokkade ontstaan. Dus van de stoomtram. En ook symbolisch, dus ook verbinding met de wereld. En die lijn is een mooie weer een lijn afscherming. En toen kwam de angst ook van dat je niet goed genoeg bent. Dat je meer zou moeten kunnen of meer zou moeten zijn dan wie je bent. En dat er van alles en nog wat voor nodig is. En dat jij de twijfels, kan ik dit wel? Wie ben ik dan? Ben ik wel goed genoeg? Jezelf dingen niet waard vinden. En daarin toch je eigen waarde gaan zien. Je eigen erkenning geven. Dat je precies diegene bent die je mocht zijn voor dit leven. En dat je daarvoor van wat jij in het leven bent, hiervoor bent gekomen op aarde. Dat je daarvoor ook alles hebt meegekregen in jezelf. Om dat ook te gaan zijn en te gaan worden. Alleen bij sommigen zijn die dingen door alle dingen die ons zijn gebeurd in het leven zo ondergesneeuwd geraakt. Zo in stof geraakt.
Dat het betekent dat we sommige dingen misschien opnieuw moeten ontdekken in onszelf. En dat we onszelf de toestemming mogen gaan geven om dat te gaan ontdekken. En dingen af te stoffen. En misschien wel als een stoffige ruimte, gigantische rommelzolder. Dingen ontdekken, opnieuw ontdekken van onszelf. Afstoffen, beoordelen, bekijken. Kan ik hier wat mee? Wil ik hier wat verder mee? Ja, nee, dit behoud ik, dat doe ik weg. Of weet ik nog niet wat ik daarmee kan, dat laat ik voor nu liggen. En dat je dingen gaat onderzoeken. En dat toestaan jezelf te onderzoeken, jezelf te ontdekken en te laten groeien. Maar daarin ontbrak bij velen toch nog weer een stuk om dat te kunnen doen. Om dat proces te kunnen blijven volhouden, om soms voor soms om dat proces aan te gaan. Anderen zijn er al heel lang mee bezig, maar dan denk je... Weer iets. Dat je niet gaat opgeven, maar dat je wel de kracht blijft vinden om door te gaan. En om die kracht te blijven vinden, of de kracht te gaan vinden, werden we op dat punt opgevuld door goddelijke liefde. En zoals ik al in het begin zei, hoe je dat ziet, mag je voor jezelf zien. Of universele liefde, goddelijke liefde. Die liefde van iets wat groter is dan dat wij als mensen zijn. Die krachtig is, die meer kan overzien. Die jou kan steunen en jou kan leiden. En dat mocht ons helemaal van binnenin helemaal opvullen. En voelen van nee, we zijn waardevol. Precies zoals ik ben, is de waarde die voor mij nodig is om de opdracht te vervullen die ik in dit leven heb. En ik hoef die opdracht niet vandaag vervuld te hebben. Ook het onderdeel van die reis met die zoektocht, ontdekken wie ben ik, wat kan ik, is onderdeel van mijn levensmissie, van mijn levenstaak, van mijn opdracht in dit leven. Om in mijn kracht te gaan leren staan. Ook die reis daar naartoe hoort daarbij. En die liefde en die kracht en die acceptatie te vinden en onszelf toe te staan, dat te gaan doen... Dat bracht ons weer verder om ook over die spoorlijn energetisch te gaan. En nog verder naar buiten te gaan. En toe te staan om daarna door te gaan. En voor sommigen betekende dat dat het daarna ongeveer tot aan het centrum van Wognum goed genoeg was. En voor anderen mocht die straal doorgaan zover als het nodig is, passend bij je missie. En voor sommigen ging het dan door naar hup, naar het strand, weet je, bij berg aan zee. Voor weer anderen, misschien tot aan, laten we zeggen, Heerhugowaard. Als je energetisch op de kaart benieuwd bent hoe ver het uit wil zoeken, moet je kijken. En voor sommigen ging die straal gewoon groot gedeelte de wereld over. En weer anderen zelfs helemaal de wereld rond. Sorry. En dat staat symbolisch ook voor jouw taak in het leven. Voor sommige mensen is het gewoon... het kringetje om je heen. Dus zeg maar symbolisch tot aan Wognum. Van gewoon de mensen die vanuit je leven al om je heen horen. Je collega's, je kinderen, je familie, je ouders, broers, zussen. Hè, wie je ook maar hebt. Of wat er ook maar is, dat hoorde bij wie je bent. En dat die kring gewoon op zich klein mag zijn. En dat het oké is. Dit is wat bij jou past en wat bij jouw levensopdracht hoort. En voor anderen betekent dat de kring wat groter mag zijn. Dat, dat je ook een actievere rol mag hebben in je gemeenschap. Dus dat je die grens als Wognum hoef je niet letterlijk te zien als de omgeving, de beperking van de straal van je dorp of omgeving. Maar gewoon je eigen netwerk zoals die nu is goed genoeg. En weer anderen mogen hun netwerk gaan uitbreiden en... passen bij een rol. Sommigen van jullie zijn ook, hebben ook een bepaalde werkzaamheden. Mogen meer regionaal gaan werken. Weer anderen mag het regionaal misschien wel heel Nederland zijn. Weer anderen gaan misschien heel Europa werken. En weer anderen wereldwijd. Maar ook wat ik heel duidelijk moest vertellen. Sommigen van jullie hebben misschien ook wel vrienden of familie wereldwijd zitten. Maar dan blijft toch je straal symbolisch hangen op Wognum. Want jouw... Dat is zeg maar jouw cirkel. Die mensen zitten gewoon toevallig al wereldwijd. En daar ben je mee verbonden. Maar meer dan dat hoeft ook niet. Dus symbolisch moet je het zien als passend bij jou is die straal opgehouden. Die regenboogkleuren. En dat hoeft dus niet letterlijk betekenen dat de mensen alleen maar in je eigen regio zitten. Maar in je eigen cirkel. Het kan dus wel sommige mensen door het hele land zitten. Of heel Europa, wereldwijd. Maar dat is gewoon prima. En dat jij je aandacht en tijd richt op jezelf en die mensen is voor meer dan voldoende. Of dat je groeit voor die mensen. Of
jouw rol daarin misschien al is geweest of nog gaat komen, maar dat is gewoon wat bij jou past en bij jouw leven past. En anderen mogen stapgewijs hun cirkel uitbreiden. Dus die oefening met jouw straal als regenboog uitzenden vanuit je hart en gewoon door laten gaan, kun je ook doen als je weer even moeilijk zit. Als je denkt, oh, ik heb moeite met de stap naar buiten en de wereld onder ogen zien. Of ik heb moeite met, ik weet dat ik voor mijn bedrijf of mijn werk een nieuwe actie moet gaan doen, maar ik durf het niet. Of ik zou graag op school vrijwilligerswerk willen doen, maar ik durf het niet. Of iets anders, weet je wel, met dat je zegt je kring uitbreiden of een actie willen doen naar een ander. Maar dat je denkt, ik twijfel aan mijn vertrouwen. Dan begin je dus met weer je symbolisch denken aan die regenboog. En probeer het uit te breiden, die regenboog op dat moment. Met het oog, met het doel wat je voor ogen hebt. En als je er niet uitkomt, adem dan door de angst. Als dat niet genoeg is, denk dan aan die vleugels van jouw beschermengel om je heen. En als dat niet voldoende werkt, vul je dan zelf op met die goddelijke liefde, die universele liefde, om jezelf de kracht te geven. En ga dan kijken hoe ver je komt. En als je merkt dat het voor vandaag niet is, en soms is het 4 jaar, hè, dan is het voel je angst en doe het alsnog. Maar kijk wat je jezelf kan doen om te ondersteunen. Dus die oefening mag je gewoon benutten. Maar benut die straal met regenboogkleuren vanaf nu, om dat iedere keer verder te gaan. Dus dat kun je als visualisatie benutten om weer volgende processen te gaan doen. En jezelf de kracht te vinden om je te versterken. Nou, en als laatste, als afsluiting, kwam er nog een stuk van oké, wat is er nu nog meer nodig? En dat is jezelf openen. En dan doe ik dat altijd, begin bij mijn hart. En dan open ik de armen langs mijn gezicht en doe ik die boven mijn hoofd. En dan weet ik even niet waar de kamer is, maar daarna open ik me als een bloem en mijn armen echt boven mij. En dan doe ik die handen een beetje zo. En openstellen. En toen had ik gezegd, ja, dan moeten ook negatieve energieën afgevoerd kunnen worden. Allerlei toxische energieën die in ons zijn. En daarna deed ik de handen naast ons, zeg maar, naar beneden. En ook daarin in de handen energetische opening. En die voeten weer, die energetische opening. Alle toxische stoffen mogen afvloeien. En dat ging dus ook heel mooi, ook via de handen of de voeten. En dat duurde wel even voordat het op gang kwam. Maar op een gegeven moment gingen die armen, dus niet alleen dat het via die armen omging. Gingen die armen, had ik eerst lager, gingen ze hoger. En op een gegeven moment gingen ze op armoogte helemaal zo opzij. En ik weet even niet hoe de kamer zit, dus maar eigenlijk helemaal recht opzij. En voelde het alsof het onze vleugels werden, weet je. En dat het daarna mocht ook weer naar beneden als vleugels staan. Echt met kracht onze tijd is om onze vleugels weer verder uit te staan. En dat we het kunnen, maar het begint met geloven in onszelf. Geloven dat we ergens in ons die vaardigheden hebben zitten die ons dat kunnen helpen doen. En dat er mensen op ons pad komen die ons soms helpen die vaardigheden weer aan te wijzen. Of het licht op te schijnen. En dat je vanuit daaruit jouw weg mag gaan. Je vleugels mag uitstaan. En dat het goed komt. In jouw tempo, op jouw manier en jouw wijze. Passend bij wie jij bent. En dat wil ik je graag als laatste nog meegeven. Dankjewel dat je hebt meegedaan aan deze healing. Er komt geen reading van de kaarten. De kaarten lagen er als reactie op de cirkel. Ik zie nu met een blik nog weer naar beneden. Dat op het moment met die afvoeren van die negatieve energieën. Toen was het met de armen en de voeten. Maar ja, toen ging ik ook heel erg. Ging ik er ook in een keer winden. Ik denk, ja, maar dat is ook loslaten van negativiteit. Dus ook loslaten van energieën die opgeslagen zijn. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik een boertje laat of een wind laat, dan voel ik me daar dus best wel opgelaten. En ik denk, nee, dat is eigenlijk ook een goed teken. Ook dat is uitwerken van negatieve energieën. Die ze eruit willen, die eruit soms knallend uitgaan met een druk. De hik, winden, boeren. Gapen, het kan allemaal manieren zijn om vastgezette energie los te laten. Maar ook besefte ik in één keer allergische reacties. Ik heb de laatste tijd heel veel dat mijn lijf aan alle kanten aan het reageren is. En ik voelde me daar heel bezwaard onder. Maar ik voelde ook wel dat ik bijvoorbeeld niet zo'n middeltje moest gaan nemen die dat weer ging onderdrukken. Mijn jongste dochter heeft allergische reacties gehad. En heeft daar medicatie gehad voor de jeuk.
En ik heb nu al bijna een half jaar last van allerlei dingen. Maar iedere keer voelde ik, mocht dat niet doen. Ik mocht het niet verlichten. Ik moest het te laten zijn. Ik mocht wel krabben, maar liever ook niet. Maar gewoon liefdevol te laten zijn en te laten uitreageren. Ook dat kan soms een teken zijn dat dingen aan het uitwerken zijn. Die van celniveau opgeslagen zitten eruit kan komen. Dus dat het naar buiten werken is. Pukkeltjes, meeeters. Het is soms allemaal reacties, huiduitslag. Dat dingen van binnen eigenlijk naar buiten worden uitgewerkt. Zodat je daarna dus niet iets gebruikt wat onderdrukt. Maar bijvoorbeeld wel iets wat ondersteunt. Dus zoals mijn hand heb ik een plekje nu zitten. Daar gebruik ik Meleloika bij op. En dit moet ik dus vandaag nog ook even doen. Had ik nog niet gedaan. En dan is het weer helpend en ondersteunend en genezend. Dus liefde, natuurlijke producten kan wel. Maar stop geen chemicaliën erop. Dus kijk heel goed dat je goed liefdevol verzorgt. Of met voeding oplet wat je doet. Maar het is dus soms ook uitwerkingsprocessen. Dus besef dat goed. Want zeker de mensen die nu ook meedoen in deze healing. Meerdere van jullie zijn al langere tijd bezig met allerlei processen. Dus dan krijg je ook dat die lagen komen dat dingen er ook fysiek weggeruimd moeten gaan worden. Eerst begint het innerlijk, maar daarna komt de fysieke uitwerking. Van dingen die er op andere manieren niet uitkomen. Omdat jij misschien wel niet andere manieren hebt om dat uit te werken. Dus maak je daar ook niet druk om. Kijk wat je doet en ga mee met wat jouw gevoel zegt. Ik heb dit nodig. Doe dat dan gewoon. En ga daarin mee en voer het uit en kijk waar het je brengt. Oké, dat was het nu echt. Nu heb ik geen aantekeningen meer. Dus dankjewel dat je hebt meegedaan. Als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt, stuur me dan een berichtje. En dan kijk ik of het komt door de healing of dat het komt door andere zaken. En voor de rest wens ik je een heerlijk weekend. Dankjewel.